De buitenparlementaire politieke partijen zijn op één lijn over het one person, one vote systeem. Dat is voorgesteld aan de volksvertegenwoordiging. Dit zei de voorzitter van de politieke partij DA91, Angelique Del Castillo, vandaag bij de aanbieding van een brief over de noodzakelijke wijziging van de kiesregeling. De politica vindt het tijd om te komen tot een gemeenschappelijk standpunt over de te komen verandering. De groep die hier zit, heeft als standpunt dat het constitutioneel hof zegt dat we moeten gaan naar one person, one vote, one value. En dat dat betekent landelijke evenredigheid, elke stem even zwaar overal. Elke Surinamer telt mee op dezelfde wijze. Op basis daarvan hebben we ons elkaar gevonden. U weet, vaak in de politiek hier denkt men dat we ons elkaar niet zullen vinden, maar dit grote belang overstijgt elk partijpolitiek belang. Het is in het belang van de nationale ontwikkeling. En we hebben elkaar gevonden. We hebben in mei reeds kenbaar gemaakt met de samenleving dat wij gaan voor one person, one vote, one value. En dat wij daar activiteiten voor zullen ontplooien om die samenleving in beweging te brengen. Del Castillo zegt dat aanpassing van de kiesregeling diepgaande gevolgen heeft voor land en volk. Assembleevoorzitter Marinus B. gaf de verzekering dat de verkiezingen op 25 mei 2025 gehouden worden. Dank voor die actieve participatie. Trouwens, dat is wat we willen. Ja? Om elkaar te vinden als er nationale vraagstukken zijn. En dit is een nationale vraagstuk. Ja? Want we kunnen niet zeggen vanwege onze inzichten willen we dit doen. Er is een uitspraak van het constitutioneel hof. En we moeten het respecteren, want daarvoor hebben we gekozen om onze constitutie zo op te bouwen. Dus we werken hard eraan, voorzitter. Ja? Uiteindelijk de man botak van Nyamawa niet praat, man niet praat zo. Maar we gaan proberen om elkaar te vinden. Ja? Soms ben je niet helemaal tevreden met wat is aangenomen, maar we moeten proberen om dat de gemeenschap, de samenleving ermee kan leven. B is ingenomen met de bijdrage van de buitenparlementaire politieke organisaties. Hij stelt dat het parlement hard moet werken aan het initiatief om een conceptwet in te dienen, zodat deze zaak vlot kan lopen.